De vergadering begon nog best gezellig vanochtend in het huis der provincie in Arnhem. Handjes schudden en een grapje. De belangstelling is niet altijd zo groot als vandaag. Mevrouw Faber. Voorzitter, laat ik mij direct met de deur in huis vallen. Aftreden ga ik niet doen. Ik wens u allen dan ook veel wijsheid en sterkte toe met het oordeel dat u kennelijk over mij en de PVV-fractie bent uit te spreken. Ik dank u voor uw aandacht. Ik laat het hierbij. Dank u wel. Aan de schandpaal genageld voelt ze zich, terwijl ze naar eigen zeggen niets fouts heeft gedaan. Maar daar wordt door anderen in de vergaderzaal totaal anders over gedacht. Volstrekt helder dat dit niet de bedoeling is. Maar daar kon niet meer over van gedachten worden gewisseld, want fractievoorzitter Faber van de PVV nam boos de benen. En dus bleven de achterblijvers achter met vele vragen. Die beantwoord had kunnen worden als ze hier was gebleven. En we kunnen daarover niet in dialoog gaan. Dat is heel spijtig. Uitermate teleurstellend. Onoorbaar en politiek onwaardig. Wij gaan niet over haar personeelsbeleid. Maar als ze consequent is, dan zou ze moeten doen wat ze altijd heeft gezegd. Je bent wat je hebt gezegd, zou ik tegen mevrouw Faber willen zeggen. En het zou mevrouw Faber gezien hebben als ze zegt, nou, ik heb een fout gemaakt. We maken allemaal fouten. U maakt fouten, ik maak fouten. Zelfs de media maken soms fouten. En, ja. Marjolein Faber sprak vandaag dus niet over vermeende eigen fouten, maar sprak in het verleden wel altijd graag over fouten van anderen. Niet rechtmatig. Strikt genomen kan men hier spreken van misbruik van recht. In hoeverre is GS nog geloofwaardig? Het is jammer dat mevrouw Faber weggelopen is. En ze heeft eigenlijk met haar gedrag ook vandaag haar betrouwbaarheidsfactor teruggebracht tot nul. Je moet nooit boos worden, denk ik.